Wat zijn nou de trends in het groen, zeg maar? Ja, er zijn veel trends, maar op dit moment is de maatschappelijke trend toch wel water. Wateroverlast, ja. Vraagstuk over klimaat, over heftige regenbuien en droogte. En groen kan daar veel aan doen. Mm-hmm. Je ziet op dit moment allerlei programma's komen, stenen eruit, groen erin. Ook in tuinen, maar ook in gemeenten. Omdat groen weer helemaal water kan opvangen. Wij zien ook taktuinen komen waar we allerlei technieken in kunnen bouwen. Dat water wordt vastgehouden of juist water wordt gebruikt. Mm-hmm. Dus op allerlei manieren zijn wij verbonden met water. Afkoppeling van riolering. Wadies maken in het openbaar groen. Dus dat water daarin kan lopen. Dus water wordt voor ons de komende tijd een enorm belangrijk thema. Daar gaan we volgend jaar ook een thema jaar van maken van water. Ja, ja. Nou ja, wat zie je allemaal gebeuren de afgelopen jaren? Dat groen ook waarde heeft gekregen. Dus groen heeft natuurlijk beleving. Dat is sinds mensen er zijn, is dat zo. Mm-hmm. We hebben ook ontdekt dat groen natuurlijk ook CO2 opvangt. Dat groen fijnstof kan opvangen. Dat groen ook allerlei giftige stoffen uit de lucht kan halen. Maar ook binnen. Dus je ziet ook dat er steeds meer planten weer binnen worden gebruikt. Omdat dat de luchtkwaliteit verbetert. En zowel in stoffen die je liever niet wil, als in de luchtvochtigheid. En ik heb op dit moment klanten in een particuliere sfeer die bijvoorbeeld ook groene gevels nemen. En die mensen die zijn daar laaiend enthousiast over. Omdat het klimaat in de woning opeens heel erg prettig wordt. En die willen vaak eerder uitbreiden dan afbreken. Nou, en groene gevels is een trend. Aan de binnenkant. Ja, aan de binnenkant. Ja. En een groene gevel kan je gebruiken buiten en binnen. We doen het nu een jaar of 10, denk ik, maximaal. Mm-hmm. En binnen heb je je klimaat mee, want dan kan je het klimaat makkelijk zelf te regelen. Buiten is het, vraagt het echt om kennis. Omdat je buiten zit je met je klimaat, met je windrichting van je gevel. Ligt die zuid, ligt die noord, oost, west, dat heeft allemaal invloed. Maar we zien steeds meer gevels komen op dit moment in Nederland. En die hebben ook weer een functie, dus die... Ja, en het heeft ook vaak te maken met onze verdichting in de steden. We gaan nu onze steden echt volbouwen. De mensen willen in de stad gaan wonen. En je hebt steeds minder ruimte voor groen. En dan zie je dat er groen gemaakt wordt op het derde maaiveld. Dus je hebt het eerste maaiveld, wat we allemaal kennen. Het tweede maaiveld is het dak. Het derde maaiveld zie je nu komen, dat is de gevel. En dat geeft enorm veel perspectief in ruimtelijke plannen, zeg maar. Maar het is ook mooi. Ik kan me herinneren dat ik in Madrid was. En in de buurt van Prinses Sofia, dat museum, daar heb je ook een van die wanden die helemaal groen zijn. Ja. Dat is fantastisch mooi. Ja, iedereen staat stil. Iedereen gaat voelen of het echt is. Dat heb je binnen ook. Het geeft een enorme... Het is een van de meest sensationele ontdekkingen van mensen als ze een gevel zien die ook echt groen is. Dat geeft enorme verrassende reacties, moet ik zeggen. Ik ken een café in Eindhoven op de markt en die hebben ook een groene gevel aan de binnenkant. Fantastisch. Het is er inderdaad heel goed over. Ja. We gaan luisteren naar mijn favoriete groep, dus je hebt het goed uitgezocht, moet ik zeggen. Ja. Hier komen de Beatles, Here Comes the Sun.